deze week op de rollenbank. Ja, waarom ook niet? Een Dodge Charger Hellcat. Jan, het is jouw auto. Vertel eens hoe dat werkt. Je wordt op een dag wakker en je denkt van, ik ga eens een Hellcat aanschaffen. Ja, het was ik wist eigenlijk niet eens dat het bestond, totdat ik een keertje een plaatje van die auto tegenkwam vorig jaar. En toen ging ik eens googlen en toen bleek dat er eentje in Nederland te koop stond. En toen ben ik eens gaan kijken. En toen dacht ik, jeetje, wat een fantastische auto. Ja, ik dacht, van dat is veel te duur voor mij. En ja, een jaartje later, er was wat van de prijs afgegaan, zag ik op internet. Ik heb met mijn vrouw overlegd. En we zijn er naartoe gereden. We hebben gewoon een brutaal bod gedaan. En toen we terugreden, hadden we er een gekocht. Ja, zo simpel was het eigenlijk. Hey, hoeveel vermogen zou er in moeten zitten? Ja, er zou 707 bhp in zitten. En dat is 717 pk. Ja. Ik ben benieuwd of er daar ook in zit. Er zit wel veel in, maar of er zoveel in zit. Ik denk niet dat je het verschil tussen 650 of 750 meer voelt. Zo'n ontzettend gewelddadige auto. Hoe is het je dagelijkse ding? Het is wel mijn dagelijkse ding. Maar mijn vrouw rijdt in een 500e. Ja, dat is al een stuk netter, hè? Ja, het moet een beetje contrasteren daar ook wel van. Ja. Hey, ben je een uitgesproken Amerikanenliefhebber? Of heb je gewoon iets gekocht met zoveel mogelijk vermogen? Nou, ik ben helemaal gek van V8. Dat rijd ik al vanaf dat ik 20 was, rijd ik al met een V8. En ik ben begonnen met een oude Mustang. En toen een Pontiac Granville. En toen heb ik een 300C gekocht. Daar hebben we een jaar of 13 met veel plezier in gereden. En nu weer dit. Ik denk niet dat ik ooit nog een V8 weg doe. Deze doe ik sowieso nooit meer weg. Want nou mag het nog in Nederland. Het wordt straks toch verboden. En nou vertelde je net van ja, dit was echt mijn droomauto. Ja. En heb je nou, hij is 5 jaar oud, heb je alweer wat gezien dat je denkt van dat wordt de volgende? Nee, deze blijft. Dit is een future collectible. Hey, Gijsbert, ik heb de 700 pk niet eens gezien. Niet eens, nee. Ja, 696 of zo. Nee, op zich wel heel dicht er tegenaan. Dus nee, het doet perfect. Uiteindelijk, momenteel is het weer ook niet het meest gunstig. We zitten eigenlijk in de dyno-ruimte 30 plus. Ik zag net 31, 32 op de dyno, zeg maar op de buitentemperatuur zitten van de auto. Dus dat is niet mee. Maar ja, wat scheelt het? Die laatste 5, voel je die nog? Ja. Denk het niet. Ja, en het koppel was er wel? Ja, koppel was er ruim. Ja. Nee, dus dat ding dat gaat gewoon als een raket. Dat is gewoon is wel leuk. Zien wij nooit, dus dat is gewoon grappig. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ja, het heeft een aantal dingen. V8 vind ik gewoon een mooi geluid. Ik ben normaal gesproken niet zo'n fan van V8. Omdat die qua warmtehuishouding eigenlijk niet de makkelijkste is. Nou, dit met een supercharger maakt het natuurlijk wel leuk. Want je hebt het mooie motorgeluid van de V8. En je hebt tenminste nog een klein beetje porrie. Zeg maar. Er zit tenminste ook een beetje gang in. Dus het heeft echt wel iets leuks. Ja, ik vind het leuk.